Kaal, je bent vandaag gepresenteerd. Veel pers. Geniet je er een beetje van? Ja, ik geniet er zeker van. Dit is wel een beetje nieuw voor mij, maar ik geniet ervan. Het is leuk. Waarom heb je voor FC Twente gekozen? FC Twente gaf mij het beste gevoel. Ik heb veel met de trainer gesproken. Die gaf me vertrouwen. En ook met de andere stafleden. Dus ja, daarom heb ik hiervoor gekozen. Nou, het is nog niet duidelijk wie de volgende jaar trainer is, toch hier? Ja, maar de andere stafleden, zoals de assistent, daar heb ik ook mee gesproken. Of dingen van gehoord. Dus ja, dat gaf me wel een goed gevoel. Er was veel belangstelling voor je. Je mocht ook bij Arsenal blijven. Ja, wat heeft dan de doorslag gegeven? Ik wilde graag speelminuten krijgen. Dus daar heb ik hiervoor gekozen om naar Twente te komen. Want ja, die gaf mij het meeste gevoel van dat ik hier veel speelminuten kan maken. En bij de andere clubs was het niet echt duidelijkheid. Dus daarom heb ik hiervoor gekozen. Ja, voor de duidelijkheid, je kon ook kiezen tussen PSV en Anderlecht. Hè? Ja, ja. Dat zijn niet de kleinste clubs. Nee, niet de kleinste clubs. Maar alsnog, Twente gaf mij het beste gevoel. Dus. Hoe kijk je nou terug op jouw carrière? Want je bent op 16-jarige leeftijd naar Arsenal vertrokken. Heb je er spijt van of is het goed voor je geweest? Ja, ik heb er zeker geen spijt van. Het is goed voor me geweest. Ik ben als speler gegroeid. Als mens ook volwassenen geworden. En ik heb veel dingen bij Arsenal geleerd. Dus, ja. Wat heb je daar geleerd? Kun je dat aangeven? Ja, in voetballen. Fysiek ben ik sterker geworden. Ik ben gewend geraakt aan het spel in Engeland. Het snelle spel. Ja, en ik heb me verder nog goed ontwikkeld als speler. Dus, ja, dus we gaan van jou genieten hier volgend jaar in de Eredivisie? Ja, ik hoop het wel. Moet goed komen. Ja, wat voor speler ben je eigenlijk? Ik ben een centrale middenvelder. Meer box-to-box spelen. Loopvermogen, scorend vermogen, duelkracht. Goede passing en meer spelverdeler ook. Nou, dat zijn heel wat kwaliteiten. Ja, zeker. Dat zei Kees Lok net ook. Je bent een moderne speler. Zie je dat zelf ook zo? Dat het voetbal zeg maar geëvolueerd is, dat je nu van box to box moet, zeg maar een type Leroy Fer. Ja, dat vind ik zelf ook wel, ja. Je komt uit de jeugd van Feyenoord. Heb je nog met jongens gesproken over deze club? Ja, ik heb met Luc Castanjes gesproken, maar niet al te veel. Met Jesse Cabral eventjes en Quincy Promes. Ja. Je hebt voor 4 jaar getekend hier. Wanneer is het voor jou geslaagd, hier het klusje bij Twente? Waarom het geslaagd is? Ja, wanneer is het geslaagd voor jou? Moet je volgend jaar al spelen? Ja. Ja, ik verwacht veel speelminuten, maar daar moet ik zelf voor zorgen. Dus op de trainingen laten zien dat ik goed genoeg ben. En als ik speel tijdens de wedstrijden ook laten zien, mijn kwaliteit laten zien. Dus, ja. Volgens mij ben je heel hongerig, want je zei net een aantal keren op de persconferentie ook van ja, ik moet echt speelminuten maken. Voel je dat zelf ook in deze fase van je carrière? Ja, en ik heb ook veel vertrouwen in mezelf, dus daarom. Hoe is het met jouw historisch besef? Want wat weet je van de club? Weet je bijvoorbeeld wat er 3 jaar geleden gebeurde op deze dag? Ja, kampioen. Dus ja, mooi. Je bent al goed ingeburgerd. Ja, alleen de taal nog niet zo goed, de accent. Is het nog een beetje lastig verstaan hier, ja? Soms wel. Ja, want je gaat Londen verruilen voor Enschede, toch, denk ik? Ja. Hoe is het met jou, want we hebben veel over je gelezen. Je hebt een blessure gehad. Ben je weer helemaal fit eigenlijk? Ja, ik was in oktober geblesseerd geraakt tijdens een Next Gen wedstrijd in Frankrijk tegen Marseille. Had ik mijn 2 enkelbanden afgescheurd en de binnenkant was zwaar beschadigd. Was ik voor 5 maanden uit, nog een operatie gehad. In maart was ik weer terug. Heb ik een aantal wedstrijden gespeeld tot nu toe. En het is gewoon goed gegaan, ik heb geen last meer gehad. Dus, ja. Voel je ook een beetje druk nu hier bij Twente komt? Want ja, je bent toch een speler die een gouden award heeft gewonnen op het EK onder 17. En ja, ik noem een rijtje als Cesc Fabregas, Fernando Torres, Nuri Sahin, Wayne Rooney. Ja, die hebben die prijs ook allemaal gewonnen, weet je dat? Ja, dat weet ik wel. Maar ik voel me niet echt druk om me. Ik kom hier gewoon om speelminuten te maken, mijn best te doen en daarna zien we wel verder. Ga er vooral van genieten en neem je de familie ook allemaal mee? Ja, de familie gaat overal mee naartoe. Succes hier. Dank je wel.